Roxanne en Dree Hazes vandaag in Oosterhout verdwaald? Nou ja, ik kon Oosterhout al, maar ja, ik vind het helemaal gezellig hier. Allemaal leuke mensen, lekker feesten. Waar kende je het van? Ja, een vriend van mij werkt hier vlakbij, dus ja. En dan is de vraag, wat is er zo leuk aan Oosterhout, behalve dan die vriend? Nou ja, het is toch allemaal gewoon gezellig en zo. Ik bedoel, hier leven toch wel echt de gezellige mensen. Dat, ja, het is toch een stuk van het land waar de party peoples gewoon wonen. Het repertoire van Roxanne en Dree Hazes, wat zien we nou op het podium? Heel veel van onze vader, ja. Vooral. Ja, heel veel van papa. Is dat omdat jullie dat graag willen zingen of is dat omdat mensen dat van jullie verwachten? Allebei. Allebei, hè? Ja, wij vinden het hartstikke leuk om te zingen. Het zijn natuurlijk allemaal gezellige meezingers. Maar aan de andere kant hoor ik heel vaak van mensen, ja, jullie houden toch een beetje de Hazes, weet je, André Hazes erin. Dus alleen maar leuk om te horen natuurlijk. Dus waarom zouden we dan, weet je wel, eigenlijk papa's nummers niet gaan zingen? Nou, wat wel een heel mooi nummer is Bloed, Zweet en Tranen. Want ja, die tekst van dat nummer, ik ben nog jong, maar ik begrijp het wel. En de tekst die gaat wel gewoon over het leven. En ja, je kan heel veel van die tekst leren, dus... Dat is heel belangrijk daarvan. Ja, ik ben meer, weet je, de nummers die niet echt heel erg bekend zijn en zo van mijn vader, vind ik heel erg mooi. Zoals? Dat ene moment, of Wat is dan liefde bijvoorbeeld. Ja, Hazes fans zullen ze wel kennen, maar ik denk dat veel mensen niet echt weten welk nummer dat is en zo. Maar ik vind dat twee prachtige nummers. Punt aan mijn broertje, ik vind mijn broertje is een lekker ding. Kijk, ik ben wel zijn eigen zus, maar het is gewoon een knappe gozer, dat ziet iedereen. Die meisjes dan die gewoon op nekken zitten van jongens en dan een hand willen van mijn broertje, vind ik helemaal leuk. Ja, dat vind ik gewoon tof. Nou, mijn zus heeft gewoon zo'n goede stem. En dat is bij mij eigenlijk helemaal niet zo. Want ja, ik kan dan wel zingen, maar vergeleken bij mijn zus, dan ben ik helemaal niks. Mijn zus heeft echt een goede stem. En dus mijn zus vermaakt echt de mensen met vocaal het niveau wat ze zingt. Ja.